koffie of thee. Ach, maakt niet uit, hè? Je schenkt het in een mok. En dit is wel een hele mooie mok natuurlijk, hè? Waar mooie natuurkundige formules erin. Het lijkt een beetje vervelende formules natuurlijk, maar het heeft te maken met waar we dit keer over zullen gaan hebben, namelijk de lichtsnelheid. Ja, laten we maar eventjes snel gaan bekijken wat deze mok eigenlijk inhoudt, behalve koffie en thee. Ja, dat is dat op die mok zie je staan een E, hoofdletter E, en dat is het elektrisch veld. En daaronder staat de hoofdletter B, en dat is het magnetisch veld. Magnetisme, elektrische, betekent dus samen het elektromagnetische straling. En daar gaan we het over hebben, want deze formules op de mok, ja, dat zijn de zogenaamde wetten van Maxwell. Ja, en die is een beschrijving hoe elektromagnetische straling zich precies gedraagt. Nou, over Maxwell gesproken, ere wie ere toekomt natuurlijk. Kijk, dit is meneer Maxwell. En meneer Maxwell die heeft dus bekeken van, hey, een magnetisch veld, ja, als die beweegt, want daar gaat het wel om, het moet wel bewegen. Een bewegend magnetisch veld, dat zal een elektrisch veld opwekken. Ja, dus een magnetisch veld, ja, een bewegend magnetisch veld wekt een elektrisch veld op, maar omgekeerd ook. En dan krijg je dus het volgende, ja, dat het magnetisme wekt elektriciteit op, elektriciteit wekt magnetisme op, etcetera, etcetera, etcetera. Ja, dan krijg je dus dat een aaneenschakeling is van magnetische velden en elektrische velden. En zo krijg je dus dat elektromagnetische straling, een elektromagnetische golf. En meneer Maxwell, ja, die heeft aangetoond met deze vier regels, met deze vier wetten, dat iedere golf, iedere elektromagnetische golf, heeft diezelfde golfsnelheid C. Ja, dat moet, omdat hij zo opgebouwd is. En erger nog, hij heeft ook aangetoond dat dit voor iedere waarnemer gelijk is. En dat is toch wel heel heftig. Want stel je voor, we schieten kogeltjes af met de 20 meter per seconde. Nou, van links naar rechts. Aan de andere kant hebben we even een waarnemer staan. En die ziet ook van, ja, ze komen hier echt aan met 20 meter per seconde. Maar als het nou zo is dat die waarnemer met 2 meter per seconde naar links gaat, ja, dan zal ze dus niet 20 meter per seconde waarnemen, maar dan komen ze met 22 meter per seconde aan. Ja, je mag die twee snelheden namelijk nog gewoon optellen. Nu kijken we niet naar kogeltjes, maar we kijken eventjes naar licht. Zo, ja, licht, snelheid van 3 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. En nog steeds, hè, als je dat daar waarneemt, zie je inderdaad 3 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. Nou, zo'n persoon die zal niet zo snel kunnen lopen, dus we pakken even een raket. En die raket heeft een snelheid van 1 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. Dan zou je zeggen van, oh, optellen die snelheden. En toch is het niet zo. Hè, degene die in de raket zit en die het licht aan ziet komen, die ziet het licht aankomen met 3 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. Dat verandert niet. Je mag dus niet zo optellen. Hè, snelheden in de buurt van de lichtsnelheid, ja, mag je niet zomaar optellen. En dat is opmerkelijk dat dat met elektromagnetische straling is. Ja, dat is een golf. En we hebben ook andere golven, bijvoorbeeld de watergolf of nou, waar je nu naar hoort, geluidsgolf. Ja, en die watergolf en geluidsgolf, die hebben iets nodig. Namelijk iets om in te trillen. Ja, water in watergolf, watergolf in water en geluidsgolf in lucht. Ja, zonder water of lucht, ja, zouden ze er niet zijn. Ja, ze kunnen alleen bestaan als er iets is. Nu kijken we naar een elektromagnetische golf. Hè, bijvoorbeeld licht. Ja, je hebt de zon, je hebt de aarde. En licht gaat van zon naar aarde. En dan is de vraag van, ja, maar waar gaat dan daarin golven? Ja, waarin? Nou, men heeft vroeger bedacht van er moet iets zijn waar het in golft. En we noemen dat ether. Ether, ja, is een medium die overal is. Ja, je kunt het niet zien, maar daarin trilt het elektromagnetische straling. Ja, daar gaat de golf doorheen. Nu is men natuurlijk altijd zo slim geweest om te kijken van, hé, klopt het wel?
en men dacht het volgende. Ja, men heeft een golf, ja, een bron, die zendt een golf uit. En die golf gaat natuurlijk naar alle kanten even snel. Maar als die bron nou ook beweegt naar rechts toe bijvoorbeeld, ja, dan krijg je zo'n plaatje. Ja. En vanuit de bron bekeken, ja, dan zie je dus achter je, ja, dat die golven, ja, die zijn al veel verder van je af dan de golven voor je. Oftewel, de golf achter je, die gaat sneller dan de golf voor je. En dit zou natuurlijk ook met licht dan moeten gelden. Oftewel, we hadden twee personen, Michelson en Morley, en die maakten deze opstelling. Ja, om te kijken van, hey, kunnen we inderdaad aantonen dat licht, ja, de snelheid, afhangt van wel of niet bewegen. Ja, nou, we hebben daar een lichtbron en die schijnt naar rechts toe. Hop, hij komt dan op een half doorlaatbare spiegel. Dus de helft gaat door en de andere helft die weerkaatst. Ja, en die andere twee spiegels die staan op precies gelijke afstand. Dus komen precies tegelijk aan. En daarna kaatst het terug. Zo. Ze komen daar weer samen en ze gaan dan samen naar beneden, een half doorlaatbare spiegel, en hop, onderaan. En daar heb je dus dan de kans om de twee golven tegelijk te bekijken. En twee golven samen, die geven interferentie. Ja? En als nou precies de afstanden gelijk zijn en de snelheden in beide richtingen gelijk, dan zal er dus geen interferentie optreden. Maar een minieme afwijking in de snelheid zal dus een interferentiepatroon geven. Want dan krijg je dus een kleine verschuiving van die twee golven. Nou, men heeft deze opstelling zo gedaan dat het in de richting van de draaiing van de aarde is. Nou ja, precies tegengesteld dan. Ja, althans, het licht wat van links naar rechts gaat. Het licht wat dus halverwege gaat weerkaatsen, ja, die zal dus niet met die draaiing meegaan. En men heeft deze hele opstelling nu zo gedaan dat het ook kon draaien. Dus men draait het zo. Ja. En dan zie je dus dat dan de richtingen precies tegengesteld zijn. Ja, en als dus de beweging van de bron, ja, verandert, dan zal dus ook het interferentiepatroon moeten veranderen. En dat gebeurde tot verbazing van deze beide heren niet. Want die Michelson en Morley, hè, die waren heilig van overtuigd dat die ether inderdaad bestond en dat ze dus een verschil zouden merken. En dat is dus niet zo. Oftewel, ze hebben eigenlijk aangetoond van, oh, de lichtsnelheid die verandert niet als de bron, hè, een beweging maakt. Lichtsnelheid is altijd constant. Einstein gebruikte de resultaten hiervan. Ja, hij wist dat het zo was en hij begreep ook waarom het zo was. Hierop baseerde hij ook zijn speciale relativiteitstheorie en later ook de algemene relativiteitstheorie. En hij begon met twee dingen te poneren. Ja, hij zegt allereerst, natuurwetten, ja, die zijn altijd voor iedereen gelijk, zolang ze maar met constante snelheid ten opzichte van elkaar bewegen. En de tweede aanname, hè, dat was, lichtsnelheid is voor alle waarnemers met constante snelheid gelijk. Nou, deze twee dingen die worden wel de postulaten van Einstein genoemd. Die tweede, ja, lichtsnelheid is voor iedereen gelijk, dat is redelijk recht toe recht aan. De eerste postulaat, dat betekent dus eigenlijk dat je nooit kan zeggen van, ja, sta ik stil of beweeg ik. Je kunt niet aantonen wat jouw snelheid is, er is geen absolute snelheid. Je kunt alleen maar inderdaad ten opzichte van iemand anders de snelheid bepalen. Dus geen absolute snelheid, behalve natuurlijk precies de lichtsnelheid. Want de lichtsnelheid is voor iedereen gelijk. Nou, we begonnen met een mok, we stoppen met een mok. Oftewel, giet je maar even een lekker bakje koffie of wat dan ook in, misschien wat sterkers, maar ik maak in ieder geval even een eind aan deze presentatie. Bedankt voor het horen en wellicht tot ziens, tot horens.